Ik ben Sjanne Goetsen, ik ben wijkgezondheidswerker van Noordwest vanuit de GG en GD. En naast mij staat... Ik ben Emilie Patmos, ik ben beweegmakelaar bij Portes. En we zijn hier in de pas geopende buurtfitness van Noordwest. En we hebben net een fantastische opening achter de rug. En we willen jullie graag laten zien wat wij allemaal georganiseerd hebben en hoe leuk dat was. Ik vind het heel erg leuk dat ik als wijkwethouder voor Noordwest, waar we hier staan, dit officieel mag openen. In beweging zetten, moet ik misschien zeggen, als passende term. Ik heb wel gezegd van draai nou eerst even een maandje proef, want voor je het weet komt er straks niemand en dan open je iets voor niks. Maar dat is allemaal helemaal goed gegaan, dus vandaag starten we officieel. Daar ben ik hartstikke blij mee. Wat ook heel fijn is, dat buurthuis De Uithoek, dat is in de wijk. En het is ook heel erg vertrouwd voor bewoners. Mm-hmm. Ze kennen dit, het is een ontmoetingsplek. En wij proberen ze te motiveren door te gaan bewegen, deel te nemen aan activiteiten die we in het buurthuis Uithoek hebben. En het is gewoon heel erg vertrouwd. Ja. Dit soort activiteiten bestaan niet zonder vrijwilligers. En daarom ga ik toch even spieken, want we gaan een paar vrijwilligers even naar voren halen en in het zonnetje zetten. En daar wil ik geen fouten mee maken. Dus ik hoop dat Marijke er is. Ze wordt straks heel actief. Doe ik allemaal. Maar ze is heel fanatiek, hè? Humera, is die er ook? Ja. En Zora. Zora ook naar voren. Elise. Ja. Is die ook? Kom maar, hallo. Daar gaan we de burger. Ja. Mag ik een applaus voor de vrijwilligers die aan het doen? Dus er zijn natuurlijk best wel veel fitnesscentra en sportscholen en verenigingen. En we vinden het ook heel belangrijk dat mensen ook daar hun weg naartoe weten te vinden. Maar wat we in de wijk ook hebben gezien is dat er toch een groep mensen eigenlijk, en met name daar niet naartoe kunnen. En dat is veel te hoog. Ja. En soms is het niet in de buurt, maar het is ook wel eens zo dat het gewoon te duur is. Klopt. En we hebben en ook... zijn vaak moeders met kinderen. Ja. Die hebben geen oppas. Ja. Dus we proberen... Tijden. Ja, qua tijd beter aan te sluiten. Ja. En een ander ding is dat hier vrouwen wel gewoon met hun hoofddoek op mogen sporten. En dat is helaas in sommige sportscholen niet zo. Dus ja, dan heb je wel een goedkope voorziening, maar dan is dat uiteindelijk toch een belemmering voor een aantal vrouwen. En nu hadden wij als vervolg van dit festijn bedacht, we gaan de fitness openen met een klein wedstrijdje. Want ja, je moet toch een beetje in de sfeer blijven. Dus wij willen de wethouder uitdagen om tegen twee andere mensen hier uit het publiek te fietsen. Nu doe ik even de vraag wie durft. Wie wil als vrijwilliger? Ja, oké. En als we klaar zijn, druk we op start. En dan telt hij af, ga ik even snel aan de kant. Ja, ja. Nou, u ziet dat ik nog een beetje zit na te hijgen van de sprint op de fiets. Daarmee zie je hoe belangrijk het is om een beetje je conditie bij te houden. Dat heb ik weer geleerd vandaag. Bijzonder is dat initiatief uit de buurt zelf voor een fitnessruimte tot stand is gekomen. In samenwerking met de GGD, in samenwerking met welzijnswerk, met Portes. Op een hele laagdrempelige manier, toegankelijk voor iedereen die uit de buurt komt, tegen weinig kosten. En dat is een extra gelegenheid voor mensen om in beweging te komen. Dat is hartstikke belangrijk.